Boodschappen. Oké. Okay. Vooral niet te vergeten, Rosie. Rosie, altijd lekker. Merci. Oui, bon weekend. Voilà, we hebben gedaan met eten en nu gaan we met bootjes varen op de kanalen. Ah ja, ik heb ook besloten om vanaf heden altijd mooi opgekuist Nederlands te spreken. Aangezien ik zoveel mogelijk mensen wil bereiken, zal ik vanaf vandaag altijd mooi Nederlands praten. Ik was nog vergeten te zeggen dat als ik toch te veel dialect spreek, spreek er mij dan maar op aan in de commentaar. Ja, we zijn vandaag onderweg naar Kaap Blani, daarna Kaap Grini. En dan Wimereux, daar gaan we vanavond iets eten. Bedankt Geert om zo mooi stabiel te rijden, zodat de camera heel stil blijft. Wat is mooi, hè? Ja. Nou, schatje, wat vond je van Kaap Blani? Waaierig. Ja, koud, hè? Mistig. Ja, de chance dat hij hier wordt. Het is de zomer aan de opaalkust. Wat vonden jullie van Kaap Blani? Prachtig. Ja, we zijn juist geaperitiefd. En we gaan nu gaan picknicken. We zijn hier dan maar picknick en we zijn hier een klein beetje aan het kuiten. Dat zie je. Het is heel vol. Ja, ik heb daar juist in het niet echt ABN gesproken, waarvoor mijn excuus. Maar ondertussen zitten we hier op restaurant in Wimereux. Wimereux. Voilà. Met de volledige gang. Dus we gaan nu gewoon eten. En morgen is de laatste dag. De meesten gaan opkruimen en naar huis. Tot zover het kampeerweekend. Ja, het is al een tijdje geleden. Actua. Ja, voor degenen die niet gezien hebben, hier een filmpje van Ik daag jullie allemaal uit, waar ik voor het eerst met een Tesla gereden heb. Ik was daar zeer onder de indruk van.
En ik heb toen ook een tijdje met die persoon gesproken over Tesla. En ik ben eigenlijk Elon Musk beginnen volgen. Ik weet al het een en het ander van Tesla. En er staat dus nu op de website van VRT Nieuws. Emotionele Elon Musk. Voorbije jaar was ondraaglijk en het ergste moet nog komen. Misschien weet je dat. Je hebt de model S, je hebt de model X. Dat je in het filmpje ziet met die klapdeuren. En dan heb je de model 3. Is nog niet verkrijgbaar in Europa. Maar de Tesla model 3 is zogezegd de Tesla voor de gewone man. Startend vanaf 35.000 euro. Maar de modellen die momenteel verkocht worden kosten eerder 55.000 euro. Omdat ze een long range battery hebben enzovoort enzovoort. Enfin, ik zie gewoon in dat artikel een beetje verder. Het is een opiniestuk van de heer Tom Simons. En Tom Simons zegt: beste Elon Musk, je moet minder dromen en meer bouwen. Dat vind ik een typisch een keer een reactie van een journalist. Alleen maar kritiek geven. Maar zelf he, doet hij niets. Het enige dat hij schrijft is kritiek. En verder, zelf creëert hij niets. We hebben meer mensen nodig zoals Elon Musk en een klein beetje minder zoals Tom Simons. Moest iedereen creëren like Elon Musk en nadenken over alles like Elon Musk, he. Het zou al veel beter zijn met de wereld. Maar de mensen die mij kennen weten dat ik een positivo ben en blijf. Dus ik focus op de positieve dingen en ik ben ervan overtuigd dat Tesla er gaat geraken. Ondanks alle geruchten. Enfin, ik ben nu in Brugge. Ik heb net een shoot gedaan. Ik moet nou naar Gent. En ik moet ook nog naar Aalst vanavond. Ik heb er ook nog een afspraak. Maar nu ga ik eerst iets eten in mijn favoriete koffiebar. Namelijk Café Lin. In Brugge. West? Oh, goed. Verder? Zie je je broek te doen? Ik ben echt beter. Ik ga het weer.